Dead level! Nope! 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 Sun Hart. Geef me even één moment. Voordat ik deze aflevering ga beginnen. Geef me één moment. Hamkaas. Boter. Botterij. Pindakaas. Bami hap, frikandellen, speciale ballen, ik weet het allemaal nog meer. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario Maker. Mario Missie 100 levels, extreem moeilijk. In de vorige aflevering ben ik zo boos geworden dat ik gewoon echt een half uur pauze moest nemen om te kalmeren. Jeetje, wat een stinklevel was dat. Goed, we gaan gewoon nu verder. Trouwens, ik ben er weer. Ja, jullie kennen de drill. Sun Hart. Oké, we moeten een sleutel gaan verzamelen. We moeten twee sleutels gaan verzamelen. Boe! Dat is een hele grote boe! Oké. Ik ben niet bang voor een boe, want ik ben Mario. Eigenlijk nog een fatsoenlijk spel waar we een beetje weer een... Oh boy. Ik had mijn mond weer open moeten doen. Oké. Goed. Die sprong was eng. Deze sprong is enger. Maar wacht, ik kan er overheen springen. Ah, ik ben echt dom. Gaan we hierbij knippen? Nee, het is nog steeds super moeilijk. En super moeilijk vind ik dat jullie helemaal mee mogen genieten. Ik heb bij de vorige een beetje gemat, omdat ik wou toch wel proberen nog dat level een paar kansen te geven. Maar ik bedoel, ik heb nog maar 29 levens en hel. There is a secret to everybody. Weet je wat het probleem is? Weet je wat gewoon simpelweg het probleem is? Die pixel perfectheid. Die pixel perfectheid. Oké, nou weet ik, deze was niet echt pixel perfect. Deze is eigenlijk, vergeleken met het vorige level in de vorige aflevering, is deze eigenlijk super makkelijk. En nog faal ik hem 300 keer per dag. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Ik heb nog maar 27 levens. En ik sta bijna op het punt om de tranen uit te barsten. Omdat ik bijna geen levens meer over heb. En dat ik 3 levels heb gehaald. En dat ik dus heel erg trots op mezelf ben. En dat ik echt dacht bij mijn eigen van... Oh, misschien gaan we het zelfs nog halen. Ik weet zeker dat het te doen is. Wacht, waarom ga ik niet even... Elke leven die we kunnen terugkrijgen is weer een leven die we terug kunnen krijgen. Oké, en oh, bukken. Springen. Ah! Volgens mij wil je gewoon stil blijven staan. Volgens mij wil je gewoon... Munt. Ik blijf gewoon stilstaan. Blijf gewoon stilstaan. Blijf gewoon stilstaan. Spring! Ik hoop dat hij die munten ook checkt. Oh, please zeg me dat dit niet random is. Als het dead bij... Oh boy. Oké. Oké. Die gaan naar beneden. Springen dan omhoog. Nu. Oké, gehaald. Het is geen randomizer dit. Wachten. Kom. Oké, dus ze gaan eerst... Ze staan op een punt. Dan gaan ze naar beneden toe. Of naar boven in dit geval. Oh boy. Nu. Wachten. Hier sta ik veilig. Oké, go! Valt daar nou de hele tijd een mushroom? Dan zou ik een heel blij konijntje zijn. Valt hier weer een mushroom? Mag ik weer een mushroom? Alsjeblieft. Mushroom? Padestoel? Oh. Ik ben bang dat we dus hier... Dit gaat naar death toe. Ik vertrouw dit niet. Ik zeg maar dat we deze nodig gaan hebben.
Er zit een Bowser in. Random. Koopa Shell is random. Ah, ik wou dat ik die checkpoint nog nou kon gebruiken of zo. Ik ben bang. Oh, we krijgen hier een nieuwe checkpoint. En een vuurbloem. Bowser Battle? Yep. Oh. Oneindige vuurbloem zelfs. Op zich. Fijn dat je dat doet, maar. Die muur die je daar hebt neergezet. Bowser kan er niet doorheen. En. Ja. Je geeft oneindige vuurbloemen. Dit is geen uitdaging. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik ben hartstikke blij dat ik nou een beetje. Zit er nog een Bowser? Er zit daar nog een Bowser. Oké. Zit hier nog een Bowser? Leuk. Een grote Bowser wil niet zeggen dat het moeilijk is of uitdagend. Ik bedoel, dit is gewoon zoveel mogelijk beter. Ik begrijp het niet verkeerd. Ik ben hartstikke blij dat er een beetje een opluchting en zo, maar. Oké, hier zit het muntje. Dan hebben ze alle vijf. Het zijn er zes. Oh. Hell no. Oké, dan hebben we die checkpoint weer. Ik wil eigenlijk die vuurbloem ook hebben, maar. Drie deuren. Oké, we hebben de sleutel. En nu? Hebben we het level gehaald? We hebben weer een sleutel. Hebben we het level gehaald? Please zeg maar dat we gewoon het level gehaald hebben. Troelando es Cascales. Of zoiets. Ik ben heel slecht in Spaans. Please, geen random chance. Troll. Tuurlijk. Troll. Troll. Ik wil weten wat hierin zit. Waar kwam die Spiny vandaan? Als dit alleen maar vol zit met trolls, dan is het heel snel skip level. Oké, we moeten dus. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het voor geen meter. Screw jou. Screw dit level. Nog beter. Screw it. Hier ga ik nog niet eens. Nee. Als we al zo gaan beginnen. Nee. De Ultimate Wum Challenge. Wum. Hoe? Hoe? Zit hier een secret? Dude. Hoe? Ha? Wie zal dat gaan? Ik heb geen idee. Ik ben heel slecht in Duits. Ik weet nog niet eens wat dat betekent. Moet ik hier dan... Hoe? Hoe moet je er toch heen jumpen? Screw it. Het is weer een secret techniek ofzo, of een glitch, die ik niet ken. High speed Mario Shell Pow and Pee. Help. Oké. Oh.
Wat? Wat? Nee. Dit zijn allemaal van die levels van... Too tough? Dude, die wil niet weten. Oh boy. Oh god. 18 levens nog. Ik denk dat al mijn effort in vain gaat zijn. Trial and error. Trial and error. Nog 17 levens te gaan. Ik moet nog 3 levels halen. Deze moet doable zijn. Ik ga deze niet skippen. Deze is niet skippable. Tot nu toe. Hier moet ik gewoon mijn eigen heel goed concentreren. Want ik weet dat ik dit zou kunnen halen. Ik heb nog maar 15 levens en dit doet pijn. Dit doet heel veel pijn, jongens. Oh. Oh boy. Oh. Oké. En dan. Kom op, scroll mee. Nee! Concentratie. Concentratie is sleutel. Oké. Okay. I can do this. Dit soort levels vallen nog mee vergeleken met die extreme moeilijke. Oké. Okay. Jullie vliegen in een patroon zo. Dus als jij vliegt, kan ik hier veilig staan. Ik neem gewoon hier even mijn tijd voor. Ik neem gewoon mijn tijd. Oh, geen leap of fate. Geen leap of fate. Geen leap of fate. Good job. Heb ik hem gehaald? Is het een trick? Ik heb hem gehaald. Ik heb hem gehaald. Ik heb hem gehaald. Ik heb hem gehaald. Willem, ik heb hem gehaald. En ik heb een nieuw record. Terwijl dat ik zo rustig deed. Nog 2 levens. Of 2 levels. En ik heb nog 16 levens. I can do this. Oh jee, Japanse crap. Don't. Don't. Kom op. Ik wil dit halen. Super moeilijk, ik kan dit halen. Gelijk doorlopen. Oké, okay, en nu? Gelijk doorlopen. Gewoon ingedrukt houden dus. Hi. Auw. Oké, okay, we worden boxed in. Dat is duidelijk. Oké. Okay. Gewoon dit even ingedrukt houden. Moment van rust. Moment van concentratie. We gaan bommetjes ontwijken. Oké. Okay. Bring it on. Ah. You can't get me. Als ik hier blijf staan, kan je me niet pakken. Oh. Hoe? 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 Screw it. Good luck. Oh. Oh. Wat? Hoe? Gewoon doorlopen. Oh. Nee, dit is ook weer zo'n trial and error. Dit is ook weer zo'n trial and error. Oké. Okay. Gehaald. Oh. De. Heb ik het gehaald? Oh. Daar is einde. Maar moet ik hier naar beneden? Ik ben bang.
Nee! Oké, dit is trial and error. Dan ga ik niet aan beginnen, want echt serieus, trial and error. Dan red ik het niet. Dan red ik het echt niet. Oh mijn god. Volgens mij heb ik dat ding nodig. Oeh. Oké, weet je wat? We geven Bowser een kleine voorsprong. Ik heb nog maar 7 levens. Ik ben bang. Waarom sprong ik daar? Ik wou op dat ding springen. Ik weet nog niet eens of je daar onder überhaupt zou kunnen lopen. Oké, wacht. Wachten. Go. Wat? Waar is... Waar? Hoe? Maar. En. Just go. Just go with it. Just go with the flow. Nee. Nu. Dag. Naar beneden. Waar is het einde? Dit moet te halen zijn, toch? Gewoon wachten. Gewoon wachten tot hij weg is. En dan maar hopen dat hij eigenlijk... Ik heb nog maar 4 levens. Ik maak me zo zorgen. Ik ga dit zo niet redden. Oké. Nee. Je moet daar wel vallen. Je moet daar wel zo naar die bouncer dinges toe. Nog 2 levens, ik kan dit. Kom op, nog 2 levens. Als dit nou het laatste level zou geweest zijn, dan zou ik zeggen van... Oh. Dit gaat pijn doen. Dit gaat heel veel pijn doen. En hij zou normaal gesproken blokkeren, maar omdat we dus te lang wachten... Oké, hij is net gesprongen. Hij wil wel springen, maar dan ga ik hem geen kans voor geven. Oké, kom op. Leven. Yes! Ik heb 3 levens! Oké, we hebben nog een kans! 4 levens, laatste level. Oh. Ik ga hem heel even mentaal voorbereiden. Oké, ik heb al gedronken. 1 level, 4 levens. En ik had trouwens een nieuw record, waar ik heel trots op ben. 4 levens. Please, laat het een decent level zijn. Het is Japans. Oh boy. Concentratie! Kom op. Dit is doable. Nee! Oh boy. Hij is doable. Kom op. Concentratie is sleutel. Ik zie mezelf niet. Oh boy. Dit gaat fout. Misschien heb ik nog kans op een ander level. Ik wil dit gewoon halen, jongens. Kost wat het kost. Get to Bowser. Please, wees decent. Vriendelijk. Oh. Dat is niet decent en vriendelijk. Oké. Oh, nee. Please zeg me dat hier een sterren zit. Kom op. Ik weet niet hoe lang ik heb. Oké. Hier moeten we gewoon... Oh, ik ben zo nerveus nu, jongens. Nee! Nee! Oh, ik heb nog maar 1 leven.
Oh boy, ik ben bang dat ik mij hier nou heb overgescrewd. Concentratie. Dat is mijn laatste leven. Oh boy. Go. Go. Oh boy. Kom op. Oh ja, hij bounced daar terug. Het makkelijkste is om hierboven gewoon te volgen. Gewoon volgen. Gewoon volgen. Niks aan het handje. Ik hoop dat ik de koepelshell niet meer nodig had. Oh boy. Oké. Oh. Hidden one. Don't do that with the hidden block, please. Oké. Dat ding is. Dood. Oh nee, 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 nee. Oké, ik pak de bovenste route wel. Maakt me niet uit. I can do this. Oh jongens, ik ben zo nerveus. Die vlammenwerpers die maken het niet makkelijk. Nee. Beste kijkers, dit was Mario. Super moeilijk. Ja, ik ga nog een poging wagen. Maar niet meer nu. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop dat jullie er plezier mee hebben gehad. Naar mijn pijn. En alles. Namelijk pijn. En ik hoop jullie allemaal te zien. Bij een volgende video. Het leukste momentje. Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Ik hoop jullie allemaal te zien bij een volgende video. Ik ben klaar. Doei!